Ik heet u van harte welkom namens het Citypastoraat van de Domkerk bij deze Evensong op de avond van het feest van Allerheiligen. Fijn dat u hier in de kerk bent om deze Evensong te vieren en ook fijn dat u thuis met ons verbonden bent om deze Evensong mee te vieren. Vanavond, zoals ook bij onze andere diensten, is het helaas niet toegestaan om te zingen, maar wij zijn blij dat de kantorij in zo'n grote bezetting aanwezig is om de zang te verzorgen vanavond. Aan het einde van de Evensong dan stellen we u graag in de gelegenheid om ook een kaarsje te branden als u dat wilt, hier vooraan bij het hoogkoor. Dat kan straks na afloop van de Evensong, dus niet als deel van de Evensong, maar aan het einde, en bewaart u daarbij alstublieft goed de onderlinge afstand. Dan wens ik ons allen een mooie en goede Evensong. Oh.
Lezing uit het boek Wijsheid, hoofdstuk 3. De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods hand. Geen marteling kan hun deren. Dwazen menen dan wel dat de rechtvaardigen dood zijn, dat het ellendig is dat ze ons moesten verlaten en rampzalig dat ze afscheid moesten nemen. De rechtvaardigen zijn evenwel in vrede. Ook al ziet iedereen hun lot als een straf, zij koesterden de hoop op onsterfelijkheid. En na een korte tijd van lijden is hun onmetelijk geluk ten deel gevallen, want God heeft hen op de proef gesteld en hen waardig gekeurd om bij hem te zijn. Hij heeft hen als goud in een oven gelouterd en hen als een brandoffer aanvaard. Wanneer de tijd aanbreekt dat hij zich over hen ontfermt, zullen ze opvlammen en als vuur door een stoppelveld razen. Ze zullen een oordeel vellen over alle volken en over hen heersen. En de Heer zal hun koning zijn tot in eeuwigheid. Wie op hem vertrouwen, zullen de waarheid kennen. En wie trouw zijn, zullen in liefde met hem verkeren. Want er is genade en barmhartigheid voor zijn heilig volk en redding voor zijn uitverkorenen. Hier eindigt de eerste lezing.
De tweede lezing is uit Johannes hoofdstuk 6. Iedereen die de Vader mij geeft, zal bij mij komen. En wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen. Want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat Hij wil die mij gezonden heeft. Dit is de wil van Hem die mij gezonden heeft, dat ik niemand van wie Hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. Dit wil mijn Vader, dat iedereen die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken. Hier eindigt de tweede lezing. Thank you.
Ik geloof in God, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen, oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. No.
Jesus Christ. Amen.
Heer, hoor mijn gebed. En mijn roep en komen tot u. Laten wij bidden. Eeuwige God, Vader van alle lichten, hier gedenken wij voor uw heilig aangezicht al die namen. En die namen van hen die ons zijn ontvallen,
onze dierbaren van nabij, maar ook hen die overleden op grotere afstand. Als hun overlijden vrede en rust bracht na een lange weg, geef ons dan dat wij daarin delen. Als hun heengaan ons schokt, als wij verward en eenzaam achterblijven, onthoud ons dan uw liefde en nabijheid niet. Schenk de bijstand van uw heilige engelen aan uw kinderen die in verdriet achterblijven, omdat ze missen wie niet gemist kan worden. We bidden voor hen die in deze tijd meer dan eerder het sterven zijn gaan vrezen, of vrezen dat een ander moet sterven. Als angst of onzekerheid ons omringt, dan bidden wij: maak Gij ons hart vrij en open. Doe ons inzien dat wij als gras zijn dat moet vallen, maar dat uw eeuwige woord ons leven omvat houdt. Wij bidden voor hen die stierven in het geweld deze week in de kerk in Frankrijk. En wij bidden voor hun nabestaanden. Wij bidden voor hen die in uw huis geschokt zijn, angstig en boos zijn geworden. Schenk uw troost. Verbind de wonden van onze samenlevingen met uw vrede. Zo bidden wij ook voor de kerk en voor allen die haar dienen. Geef dat zij zonder aarzelen het visioen van het hemelse koninkrijk blijft uitspreken voor mensen. Geef het lichaam van uw kerk in deze tijd trouw en de genade van een helder zicht op de toekomst. In de stilte bidden wij voor die mensen en die dingen die een ander niet kan noemen. En bidden wij allen samen: de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.